Yo mensen, onze gaming hier. Mijn naam is Gert-Jan en dit is de Grand Prix van Canada. En ik wil jullie ontzettend bedanken voor de laatste tijd. Nogmaals, want de abonnees en de views, het gaat ontzettend goed de laatste tijd. En ik heb je eigenlijk sinds de vorige video de 800 subscribes gehad. En laten we nu gaan dus voor de 1000 subscribes. En wie weet waar het allemaal nog kan gaan eindigen. Dus ja, in ieder geval heel erg bedankt. En laten we dus nu gaan kijken naar de Grand Prix van Canada. Goed, de Grand Prix van Canada. Ik had mijn eigen dus als tiener gecollegeerd en ik had eigenlijk een rondje neergezet op de zachtste band. En ja, het probleem was, het ging regenen en ik had geen zin meer om naar buiten te gaan. En ja, P10 was dus het maximale. En in Q2 had ik mijn eigen op de hardere band gekwalificeerd en daarom rijd ik de startcar dus ook mee. Nou, in ieder geval vanaf de 10e plek dus. En ja, ik ga dus proberen om vanaf de 10e plek zo lang mogelijk door te rijden. En daardoor dus zoveel mogelijk plek proberen te gaan pakken. Nou, mijn start is in ieder geval best wel prima. Ik heb meteen een van de Toro Rosso signs te pakken. En zoals altijd in Canada is het altijd erg opletten in het begin. Het is vrij smal, het is natuurlijk een straatcircuit. En ja, je moet gewoon goed oppassen, want voor je het weet heb je dus een botsing. Maar gelukkig gebeurt er niet. En uiteindelijk pakt Sainz mij terug, maar heb ik hem uiteindelijk weer teruggepakt. En dan lig ik dus op de 9e plek. Goed, dan neem ik hier behoorlijk wat risico. Ik probeer de Bottas meteen te pakken. Maar ja, die Williams is natuurlijk ook best wel een prima auto. En ja, dat lukt dus niet 1, 2, 3. Maar uiteindelijk met veel power en kom ik er dan toch bij en lig ik dus op dat moment op de 8e plek. En dan, ja, dan begint het eigenlijk, ja, de race begint dan een beetje los te komen. Het is een vrij rustig begin. Geen crashes, geen rare dingen. En ik kan wel vast zeggen dat dit een best wel een prima race gaat worden met een mooi resultaat. En er gebeurt zo meteen ergens, ronde 6, 7, weet ik wel ergens, gebeurt er heel iets opmerkelijks. En dan moet je zeker even gaan kijken zo meteen. Maar goed, we zijn dus in de tweede ronde. En ja, ik lig dus op de 8e plek en dat, ja, prima. Niks aan de hand. Ik merk gewoon wel dat ik wat minder snel ben op deze band. Ik heb natuurlijk de hardere band eronder, terwijl de rest eigenlijk om op de zachte band is begonnen. Tenminste, de auto's om me heen die zijn dan op de zachte band begonnen. En dan het groepje voor mij, daar kom ik ineens heel dichterbij. Ik denk dat een van de auto's daar in ieder geval de voorste een foutje heeft gemaakt. Waardoor ik dus mooi dichterbij gekomen. Maar ja, ik ben zelf ook niet helemaal lekker bezig. Want dan ga je dus van een beetje van de baan af. En dan sta ik dus meteen weer vol onder druk van Bottas. En ondertussen lig ik 7e en dat komt omdat Sebastian Vettel naar binnen is gegaan. En hij heeft sowieso een heel rare strategie. Want het rare is, hij moet zo meteen, ergens rond de 12 geloof ik, nog een keer naar binnen. Dus Vettel die heeft een hele aparte strategie. Maar daar komen we zo meteen nog wel in ieder geval op terug. Inmiddels liggen we in de 5e ronde, of zitten we in de 5e ronde. En ja, ik heb nog steeds Bottas achter me aan en Perez ligt nog steeds voor me. En ik, ja, ik kom niet echt dichterbij, maar ik verlies ook niet echt heel veel tijd. Dus wat dat betreft is het wel een beetje zoals ik voorzien had met mijn harde band. Ik moet gewoon zorgen dat ik niet te veel tijd verlies en zo lang mogelijk door kan rijden op deze bandjes. En dat ik deze bandjes dus gewoon netjes hou. En dan beginnen eigenlijk de andere auto's al met hun pitstops te maken. Waardoor ik ja, naar de 4e plek toe gaan. En Perez die ligt aan 3e. Dus dat zou, ja, dat is een mooi gezicht voor ons, voor het team van Force India. Plek 3 en 4. En op dat moment ligt dan Sainz achter mij. Want Bottas is ook al naar binnen gegaan. En het is dus de 6e ronde. En ja, goed, het is eigenlijk zoals ik al zei een vrij rustige race. Zoals je al ziet, misschien was het opgevallen. In het begin van de race leek het erop dat het misschien zou gaan regenen. Het was vrij donker. Maar in de loop van de race werd het steeds zonniger. En ja, in ieder geval geen regen dus in het vooruitzicht. En dan ga ik mijn instellingen van de auto op full zetten. Zodat ik zo snel mogelijk kan rijden, zoveel mogelijk brandstof verbruik op dat moment. Waardoor ik dus ja, probeer tijd te gaan pakken. En dan lig ik op dat moment het eerste, want ik ben eigenlijk de enige auto die echt heel lang doorrijdt. En Rosberg ligt dus achter mij. En zoals je kan zien, Rosberg rijdt op dit moment op de hardste band. En die gaat dus gewoon de race uitrijden. En dan na een tijdje gaat Rosberg mij eigenlijk inhalen. Maar ik rem hier ontzettend laat. En ik weet niet wat er dan gebeurt. Want ik heb niet het idee dat Rosberg mij raakt. Maar hij spint wel. En ja, dan is het dus ineens TRS disabled. En er is dus een virtual safety car. Want, nou goed, onze grote vriend Nico Rosberg is dus gespint. In de chicane, vlak bij de Wall of Champions. En daardoor, ja...
is het ineens best wel chaos. Maar dan gebeurt iets raars, want ineens komt in beeld te staan dat van alles allerlei coureurs worden gedisqualificeerd. Rosberg wordt gedisqualificeerd en we zullen het hier zo zien, want ik als goed is klik ongeveer nu ergens hier op start. Ja. En dan ga ik even kijken wat er dan precies dan gebeurd is. En dan zie je dus dat Rosberg, Eriksen, Gutierrez en Haryanto allemaal gedisqualificeerd zijn. Nou ja, ik denk dat Rosberg gespint is en dat hij daardoor midden op de baan stond of wat dan ook. En ja, dat die andere auto's er dus niet langs konden, waardoor ze ook op een of andere manier gedisqualificeerd werden. Het is gewoon een soort van bug of fout in het spel. Kan gebeuren natuurlijk. Maar ja, voor mij pakt het in principe goed uit, want Rosberg ligt er in ieder geval uit en dat vind ik helemaal prima. En ondertussen is dan de virtual safety car dus weg. Ik had eigenlijk van tevoren bedacht om pas in ronde 10 of 11 te gaan stoppen, maar mijn banden waren echt helemaal naar de kloten. Dus ik ga maar een rondje eerder, of twee rondjes eerder zelfs, naar de pits. In rondje 9, dus precies op de helft van de wedstrijd. En vanaf de eerste plek ga ik dus naar de pits en ik wissel dan naar de hardere band. En misschien had ik eigenlijk naar de zachtste band moeten kunnen gaan, ik weet, ik heb geen idee. Maar goed, in ieder geval, ik val nou dus in ieder geval terug naar de achtste plek. En ja, dan is het dus zaak om vanaf nu weer in mijn ritme te komen. En eigenlijk ja, proberen plekken te gaan pakken. En dan kom ik dus weer achter Valtteri Bottas terecht. En ja, daar heb ik begin van de race natuurlijk ook al in de openingsronde ook al een gevecht mee gehad. Maar ik ben duidelijk sneller met mijn nieuwe banden. We hebben allebei dezelfde band, Bottas en ik. Maar ik ga vooral ik ga voornamelijk een stuk harder op de rechte stukken. En ik kan Bottas hier dus vrij makkelijk pakken. En op dat moment lig ik dus weer op de achtste plek. En Perez ligt 7. Dus in principe heb ik, ja, heb ik het goed gedaan met mijn strategie. Want toen ik er binnen ging, lag ik in principe ook achter Perez. Natuurlijk, ik heb lange doorgereden waardoor ik op de eerste plek lag. Maar ja, het valt tot nu toe allemaal prima. En zoals ik eigenlijk ook gehoopt had. En er zijn dan dus nog 6 rondes te gaan. En ja, dan komen we eigenlijk in een periode waar er niet zo heel veel gebeurt. Want het groepje voor mij is best wel heel ver weg. En Bottas, ja, die achter mij rijdt, die kan ook niet echt bij me aanhaken. Dus wat dat betreft rijd ik een klein beetje niemandsland. En is het gewoon, ja, gewoon de rondjes rijden en kijken wat er gebeurt. Inmiddels zitten we dan, zijn we dan een stuk verder. En hier heb ik het dan dus over dat, Kvyat gaat dan naar binnen. Waardoor ik dus naar de 7e plek bij. Kvyat die had dus helemaal ontzettend lang doorgereden. Maar die valt dus wel weer een heel stuk terug nu. En ja, 13 rond dus en dan op plek 7. Dus dat is prima. Maar we gaan nog wel een heel stuk verder stijgen, kan ik je vertellen. Want er gebeurt zo meteen nog wel, wel iets moois. En dan, ja, uiteindelijk zitten we dan hier. En dan zie je dus dat Vettel alweer naar binnen is gegaan. Dus ik net al vermeldde, Vettel gaat 2 keer stoppen in deze race. En hij wisselt eigenlijk naar van de zachte band weer naar de zachte band. En daardoor heeft hij natuurlijk wel iedere keer de beste band onder zijn auto zitten. Maar door zijn strategie valt hij wel iedere keer terug. En ik lig nu daardoor dus op de 6e plek. Met nog 4 rondjes te gaan. En nou ja, Force India op 5 en op 6. Dat is natuurlijk dikke prima. En ja goed, dan komen we uiteindelijk, dan zitten we in de 16e ronde. En ja, nogmaals, ja, er gebeurt niet zo heel veel deze wedstrijd. Behalve dan eigenlijk natuurlijk het gedoe met Rosberg. En zometeen aan het einde dan nog. Maar goed, ja, Vettel die blijft eigenlijk, of die komt best wel snel dichterbij. Hij rijdt natuurlijk op de betere, met de betere band. En ja, ik moet dus proberen echt om die Vettel van me af te houden. En ja goed, dat gaat wel, wel lukken met de Force India, met de Mercedes Power. En dan komt het eigenlijk dus dat we in de laatste ronde zitten geloof ik, of één na laatste ronde. En dan, dan krijg ik via de boordradio te horen dat Daniel Ricciardo in zijn Red Bull problemen heeft. Wat hij precies heeft, geen idee, maar hij valt steeds verder terug. En daardoor hij verliest eigenlijk gewoon heel veel snelheid, waardoor dus andere auto's hem in kan halen. En dat betekent dus dat ik, als ik opschiet, ook nog Ricciardo kan inhalen. Dat zou natuurlijk wel heel chill zijn, want dat zou betekenen dat we dus plek 5 pakken, per rest 4. Dus dat zou dikke punten zijn voor Force India. En dan is hier eigenlijk ook het moment dat eerst Vettel mij weer probeert in te halen. Maar ik rem iedere keer ontzettend laat in deze bocht. Neem daar veel risico. Maar daardoor kan ik wel Vettel van mij afhouden. En dan inmiddels rijdt Ricciardo dus voor mij. En er zit echt geen gang meer in zijn Red Bull. En ik kan hem hier eigenlijk ook heel makkelijk voorbij gaan. Waardoor ik dus 5e lig. En Perez die dan voor me ligt op de plek 4 is dan eigenlijk ook in zicht. Maar ja, het is de laatste ronde en ik ga geen gekke dingen meer doen. Ik ga niet het risico lopen om mezelf en zelfs mijn teamgenoten af te rijden. Dus ja, dit is eigenlijk dan ongeveer het einde. Inmiddels heeft Vettel dan ook Ricciardo ingehaald. Ricciardo valt echt een behoorlijk stuk terug. Er zit geen gang meer in zijn auto.
En dan, ja goed, dan is dit eigenlijk een beetje het race. Ik ga vijfde worden. Ik moet zeggen, Canada ga ik eigenlijk altijd ontzettend goed. Het is wel een van mijn favoriete banen. Het is ook echt een auto die voor Force India natuurlijk heel lekker is. Lange rechte stukken met de Mercedes motor is natuurlijk altijd ontzettend nice. Dus dat is wel lekker. Ja goed, hier vierde plek en de vijfde plek dus voor het team. En ja, hier dan het podium. Nou goed, Hamilton, Verstappen en Raikkonen die dan dus daar op staan. En in het kampioenschap zullen we zo meteen zien dat alles weer best wel dichterbij komt. Ik sta dicht achter mijn teamgenoot, maar ook Verstappen en de Ferrari zijn niet ontzettend ver weg. Dus wat dat betreft kan er nog van alles gebeuren dit seizoen. En als je kijkt in het constructeurskampioenschap, ja, is het ook nog redelijk open. De plekken 2, 3 en 4. Mercedes is weg, maar goed. We zullen zien. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je dit leuk vond. En like en subscribe natuurlijk. En tot de volgende keer. Tot ziens. Houdoe.